We zijn een beetje gewend dat we alles kunnen besturen en dat we denken van nou, we kunnen alles regelen, alles controleren. En deze crisis die laat nu heel duidelijk zien dat alles niet zo controleerbaar en regelbaar is. Ja, dat was een quote van professor Dr. Armand Girbet, intensivist en klinisch farmacoloog aan het UMC Amsterdam. En hier is er nog één. En het andere waar we aan moeten wennen is dat mensen ook komen te overlijden. Dus zoals we hier allemaal aan de tafel zitten, ik heb heel slecht nieuws. We gaan allemaal dood. En dat is wel iets goed om je te realiseren. En dat kan dus ook gebeuren met COVID-patiënten. Dus naar zero risico en naar zero corona. Dat gaat denk ik niet lukken. Naar zero corona gaat denk ik niet lukken. Iets wat we allemaal wel kunnen begrijpen. Immers mutanten en varianten zullen blijven komen en gaan. Dus welke strijd willen we eigenlijk winnen? En dat brengt ons bij de testsamenleving, waarvan Hugo de Jonge keer op keer ontkent dat die er echt komt, maar dat het enkele manier is om sneller weer leuke dingen te kunnen doen. Maar hoe je het went of keert, testen aan de deur wordt de norm. En dat allemaal op basis van de PCR-test. En afgezien van praktische en ethische vraagstukken rijst natuurlijk de vraag: is die test wel betrouwbaar? Professor Armand Girbet is een voorvechter van een wetenschappelijk en rationeel debat, maar loopt tegen gesloten deuren aan en heeft dus zelf het voortouw genomen om een video live te zetten op YouTube waarin hij punt voor punt motiveert waarom de testsamenleving op basis van de huidige coronatest, de PCR-test, onmogelijk is, onbetrouwbaar is, onwerkbaar is en onwerkzaam. Verder merkt hij op dat het bakken met geld kost en dat het raar is dat we dit alleen voor corona doen. Ik zag de video en zag vooral dat er veel te weinig naar gekeken is. En daarom geef ik de video een duwtje op ons kanaal. Mijn vraag aan jullie is dus: kijk ernaar, luister heel goed wat deze professor te zeggen heeft, maar dan het belangrijkste, deel de video met zoveel mogelijk mensen. Want het mag niet zo zijn dat de woorden van professor Dr. Armand Girbet zomaar zullen uitdoven. Ze moeten belanden op het bureau van onze demissionaire minister-president en minister van Volksgezondheid. Dus kijken, luisteren en delen die video. In deze presentatie wil ik een kanttekening plaatsen bij de plannen voor de testsamenleving. En het is naar aanleiding van dit bericht: Kamer stemt in met de testwet. Voor de goede orde, dit verhaal gaat dus niet over de situatie waarin we ons verkeren op het hoogtepunt van de pandemie. Want dan is het adagium heel erg eenvoudig. Moeten we veel testen en nog eens testen. Maar het gaat meer over de huidige situatie waarbij er vrij weinig mensen zijn die besmet zijn met COVID. En ik denk dat een testsamenleving sowieso een slecht idee is. En dat het ook nou eenmaal zo is dat we risico's bij het leven moeten nemen. En risico's nemen is onderdeel van het leven. We gaan ook op wintersport. Weten we dat we ons been kunnen breken of in het ergste geval onze nek kunnen breken. We gaan met autovakanties, of schoon we weten dat er allemaal auto-ongelukken kunnen gebeuren. We gaan zwemmen in de zee, of schoon daar mensen kunnen verdrinken, et cetera. Er zitten nog eenmaal risico's aan het leven. En ja, we zitten nu in een fase na de lockdown. Er wordt volop gevaccineerd. Dat is nu op dit moment het allerbelangrijkste. En we zitten nu mid mei 2021. Nou, waarom is het nou een heel slecht idee? Het idee van een testsamenleving is onvoldoende doordacht en geeft schijnveiligheid. En ik zal dat aan de hand van harde gegevens zo goed mogelijk aannemelijk proberen te maken. En ik vraag me bovendien af dat bij al die plannen, ja, waar blijven nou eigenlijk alle commentaren van de wetenschappers, van de epidemiologen, van de klinisch farmacologen en ook journalisten? Waarom zijn we hier niet wat kritischer op? Een risicosamenleving bestaat niet, zoals ik al net zei. En ja, ik denk dat het een waanidee is dat je altijd alle risico's maar wil vermijden. En het is ook een waanidee dat veiligheid het enige en hoogste goed is. Bovendien is het ook slecht nieuws, want dan moeten we heel veel inleveren van onze persoonlijke vrijheid. En zoals ik duidelijk zal maken, ook volstrekt onnodig. En stel je voor, je moet voor ieder uitje moet je getest worden.
En dan heb je vandaag heb je een negatieve test. En dan moet je morgen weer wat anders doen. Dan moet je opnieuw getest worden. En overmorgen weer. En de dag daarna ook weer. En ja, het goede van de testsamenleving is volgens mij dan ook gewoon fake news van onze overheid. Maar het belangrijkste is eigenlijk, het werkt helemaal niet. En om dat duidelijk te maken wil ik u meenemen naar wat is nou testen en wat is de ideale test. Nou, de ideale test die heeft het altijd bij het juiste einde. Dat betekent als de test positief is, als indicatie dat je de ziekte hebt, dan heb je de ziekte ook in 100% van de gevallen. En als de testuitslag negatief is, dan hebt u de ziekte niet in 100% van de gevallen. En daarnaast moet de test natuurlijk onschuldig zijn, geen schade veroorzaken, snel resultaat geven en overal uitvoerbaar zijn. Dan ga ik met u kijken naar een 2x2 tabel. Waarbij u ziet aangegeven ziekte aanwezig en ziekte afwezig. Dat is de ene mogelijkheid. En de testuitslag heeft natuurlijk als mogelijkheid dat die positief is of dat die negatief is. En zo zijn er dus 4 mogelijkheden. De ziekte is aanwezig en de test is positief. Dat noemen we dan true positive. De ziekte is aanwezig, maar de testuitslag is negatief. Dat is dus false negative, vals negatief. De ziekte is afwezig, maar de testuitslag is positief. Dat is dan false positive, vals positief. Of de test is negatief en de ziekte is afwezig. En dan klopt het, dan is het dus true negative. Nou, het totaal aantal zieke mensen is natuurlijk het aantal true positive test met false negative test. Dan heb je het totaal aantal zieken. Het totaal aantal mensen dat niet ziek is, dat zijn dus de false positives en de true negatives. Wil je weten hoeveel positieve testen er nou in totaal zijn gedaan? Dan is het dus de true positives plus de false positives. En wil je weten hoeveel negatieve testen er zijn? Dan is het dus de false negatives plus de true negatives. Nou, dit is een hele belangrijke tabel om op het volgende te komen. Maar dit is de basis als je dit eenmaal begrijpt. Alle andere dingen zijn hiervan afgeleid. En zo kom ik met u op het begrip van sensitiviteit en specificiteit. Nou, wat is nou sensitiviteit? Sensitiviteit, dat is het vermogen van een test om mensen met de ziekte te identificeren. En dat ziet u hier in het linker kolommetje weergegeven, ziekte aanwezig. En dan neem je dus de mensen de true positive, dus dat zijn de mensen die inderdaad de ziekte hebben en een positieve testuitslag. En dat deel je door het totaal aantal testuitslagen dat je hebt. En dat is dus de true positives plus de false negatives. En als de test dus perfect is op dit gebied, dan is het aantal false negatives is 0. En dan is het dus TP gedeeld door TP. True positives gedeeld door true positives. En dat is natuurlijk altijd 1 is hetzelfde als 100%. Nou, dan kom ik bij specificiteit. En specificiteit is het vermogen van een test om mensen zonder ziekte eruit te kunnen pikken. En dan moet je natuurlijk hebben de true negatives. De ziekte is afwezig. Dan komen we in dit blokje, de true negatives. En dan deel je dat dus door het totaal aantal testen, totaal aantal ziektegevallen dat er is. En dat is de true negatives plus de false positives. En dan heb je dus een indicatie van een test om mensen zonder ziekte eruit te kunnen pikken. Nou, als dit eenmaal helder is, dan wil ik eens gaan kijken naar een test waarbij de sensitiviteit 90% is en de specificiteit 99%. Een sensitiviteit van 90% betekent dus als mensen die de ziekte hebben getest worden, dan heeft 10% van die mensen die getest worden en de ziekte hebben, krijgt een negatieve uitslag. Ten onrechte, een false negative. Specificiteit, dat wil dus zeggen dat 1% van de mensen die de ziekte niet hebben, krijgen een uitslag van dat ze de ziekte wel hebben. Nou, ik ga 2 voorbeelden van u nemen. En dat is een situatie tijdens een pandemie. En het is een helemaal
zelfgekozen voorbeeld. We zeggen, we gaan 100.000 mensen testen en 40% van die mensen heeft COVID-19. Dat is voorbeeld 1. En dan gaan we naar een ander voorbeeld, voorbeeld 2, waarbij we opnieuw 100.000 mensen testen. En nu heeft maar 1% van de mensen COVID-19. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk om naar te kijken? En dat zal ik u proberen duidelijk te maken. Dit is voorbeeld 1. Nou, u ziet, er zijn in totaal 100.000 mensen, ziet u hier rechtsonder. En er zijn dus 40.000 mensen die de ziekte hebben, die 40%. En er zijn 60.000 mensen die de ziekte niet hebben. Nou, we hadden gezegd, de sensitiviteit is 90%. Dat betekent dus dat 10% die krijgt een negatieve uitslag, terwijl ze de ziekte wel hebben van de test. En we zeiden een specificiteit van 1%, dat betekent dus 1% van 60.000, die krijgt een positieve uitslag, ofschoon ze de ziekte niet hebben. In het tweede voorbeeld hebben we gezegd dat de ziekte maar voorkomt bij 1%. Dus we hebben weer 100.000 mensen die we testen, rechtsonder. En kijken we in het kolommetje van COVID-19, dan zien we dat daar 1000 mensen zijn. Nou, die sensitiviteit was 90%. Dus 10% is 100, hebben een negatieve testuitslag. En 900 mensen krijgen de juiste testuitslag. Als we kijken naar de mensen die geen COVID-19 hebben, wat dus van belang is voor de specificiteit, zien we dat 1%. Die krijgt ten onrechte een positieve testuitslag. Dat zijn er 990. En mensen die een negatieve testuitslag krijgen, dat zijn 98.010. Nou, dit zijn hele belangrijke getallen. Maar dan gaan we naar het volgende figuurtje. Want we willen natuurlijk uiteindelijk weten, als patiënt, als burger, ik heb een positieve testuitslag. Hoe groot is nu de kans dat ik ook daadwerkelijk die ziekte heb? Nou, omdat we dit tabelletje hebben, is het eigenlijk heel erg gemakkelijk. Want we kijken naar de positieve testuitslagen. En dan ziet u, 36.000 mensen hebben een positieve testuitslag gekregen in COVID, in voorbeeld 1. En er zijn in totaal 36.600 uitslagen gekomen. Er zijn 36.600 positieve testen afgegeven. En dan nemen we 36.000 gedeeld door 36.600. En dat is 98%. Dat betekent dus, de PPV, dat staat voor Positive Predictive Value, dat als de test positief is, dan is in 98% van de gevallen hebben die mensen ook daadwerkelijk COVID. Dat is wel iets waar je mee zou kunnen leven. Nu gaan we naar het tweede voorbeeld, waarbij de ziekte veel minder voorkomt. Weet u nog, waar maar 1% van de mensen heeft COVID, zoals bijvoorbeeld in de huidige situatie helemaal niet ondenkbeeldig is. En dan zitten we zelfs nog aan de hoge kant. En dan zien we dat 900 mensen hebben een positieve testuitslag gekregen. En in totaal zijn die 900 mensen die de ziekte hebben, hebben een positieve testuitslag gekregen. En er zijn in totaal 1890 positieve testuitslagen, waaronder 990 vals positieve uitslagen. En dat betekent dat de positive predictive value is 900 gedeeld door 1890 is 47,6%. Dat betekent dus dat als je een positieve uitslag krijgt van de test, van die zegt van, nou, u heeft COVID, dat dat maar waar is in 47,6% van de gevallen. Dus ruim de helft, meer dan de helft, krijgt een uitslag van positief voor COVID, terwijl het niet waar is. Nou, datzelfde kan je natuurlijk bekijken voor de voorspellende waarde van een negatieve testuitslag. Nou, die is heel hoog. Je kunt zich ook voorstellen als de ziekte nauwelijks voorkomt en je hebt een waardeloze test die eigenlijk altijd zegt dat het negatief is, dan heeft hij je toch nog heel vaak bij het rechte eind. En dat staat voor NPV, Negative Predictive Value. Dat is dus in dit geval iets minder belangrijk. Het voorbeeld van dat 1% van de 100.000 mensen COVID-19 heeft,
dat 1%, dat noemen we de prevalentie. En dat betekent dus bij een 1% prevalentie is de positive predictive value is slechts 47,6%. Dat betekent, als je een positieve uitslag krijgt en je wilt het stadion in, dan wordt dus de helft, meer dan de helft van de mensen, wordt ten onrechte geweigerd. Want die hebben helemaal geen COVID. Maar als die prevalentie nog wat lager is, bijvoorbeeld 0,1%. En dat is waarschijnlijk veel dichter bij de huidige werkelijkheid. Dan is de positive predictive value 4,8%. Je moet je zich voorstellen dat je krijgt een positieve uitslag en slechts bij 4,8% van de mensen, zeg 5% van de mensen, klopt het dat ze daadwerkelijk COVID hebben. Dus 95% van de mensen die een positieve testuitslag krijgen, hebben helemaal geen COVID. Nou, dat lijkt best wel overeen te komen met de huidige situatie 15 mei... waarbij dit bericht wordt gegeven door het RIVM. 26 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Nou, dat zal een dagsituatie zijn. Dus als mensen nou 7 dagen besmettelijk zijn, dan komen we ongeveer uit op een prevalentie van 0,18%. En dat betekent dat er een positive predictive value is van 8,6%. En dus 1 op de 10 mensen krijgt te horen, u heeft COVID en dat klopt het. Maar bij die andere 9, nou, is het niet zo. Of beter gezegd, de andere 91,4%. Nou, de conclusie is dus dat die testsamenleving met die testen zoals we die hebben voor COVID, dat die op wetenschappelijke gronden gewoon onmogelijk is. En dat het onbetrouwbaar is, ik denk ook onwerkzaam en onwerkbaar. En dan is er natuurlijk nog een praktisch ethisch punt. Van ja, als we het voor COVID-19 doen, waarom zou je het ook niet voor allerlei andere ziektes gaan doen? En het kost bovendien ontzettend veel geld. Het kost veel geld aan de burgers. Het kost veel geld aan ons als maatschappij. En wat krijgen we ervoor terug? Iets waar we niet zo vreselijk veel aan hebben. Dus ik denk dat het een slecht voorstel is en dat we daar ook mee moeten stoppen. Nou, wilt u reageren? Dan zou dat op deze manier kunnen via mijn Twitter-account. En ik dank u hartelijk voor de moeite om hiernaar te hebben willen luisteren.